Verbazing en onbegrip bij Noord-Hollandse geitenhouders. De provincie heeft met onmiddellijke ingang een geitenstop ingesteld. Er mogen geen geiten meer bij in Noord-Holland. Ja, wat is er aan de hand? Er wordt gedacht dat omwonenden meer kans krijgen op longontsteking. Nou, wij zijn al 20 jaar geitenboer. En dan zeg ik, ja, als het zo zou moeten wezen, dan moeten die geitenboeren er zelf toch als eerste en hun personeel als eerste last van zouden hebben. Lijkt mij. Maar ik vind wel, de volksgezondheid moeten ze wel serieus nemen. Dus dat ze daar een onderzoek naar doen, vind ik op zich niet zo verkeerd. We zitten zelf in studiegroep met zuidelijke geitenhouders. En daar is ook allemaal hetzelfde beeld. Dus ik denk dat het een beetje paniekvoetbal is. Toch is er volgens de provincie sprake van landelijke onrust. Die gaat over gezondheidsproblemen en de snelle groei van het aantal geitenhouders. Ik denk dat we hier al in Noord-Holland 12 of 14 professionele geitenboeren hebben zitten. Nou, en we zitten hier zo ruim. Nee, wij hebben hier geen echte overbezetting van de geitenhouderij. En er is ook helemaal geen noodzaak dat er in Noord-Holland fors uitgebreid moet worden, omdat de vraag enorm is. Dat is ook niet zo. Dus ik denk dat het allemaal heel erg meevalt. Hoe gevaarlijk zijn geiten dan? Nou, in onze optiek helemaal niet. Ik denk dat ze een almachtig mooi en een gezond product produceren. Waar we met z'n allen heel trots op mogen wezen en dat we dat hier in Nederland zo kunnen.